Dames en heren, namens Yvonne van Rooij en Arno Peels, respectievelijk voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteiten van Utrecht en van Eindhoven, en namens Hans van Houten, CEO van Philips, heet ik u hartelijk welkom in het UMC Utrecht. Wij hebben 2 weken geleden, vorige maand, waren we te gast in de universiteit, in de prachtige aula van de universiteit, om de eerste verjaardag te vieren van de samenwerking tussen de Technische Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven. Zie je, zo erg houden wij van elkaar. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. En het was niet heel toevallig dat Henk van Houten, de algemeen directeur research van Philips, daar een van de inleidingen verzorgde. Dat deze samenwerking tussen de 3 universiteiten met Philips als 4de partner meer is dan papier, blijkt uit de grote voortvarendheid waarmee de 3 onderzoeksprojecten zijn aangepakt in het voorbije jaar. Regenerative Medicine, Imaging en Solar Energy. Maar ook uit het feit dat we nu al voor september 2012 nieuwe studierichtingen hebben vormgegeven. Die gaan starten in september van dit jaar. En dat zijn studierichtingen die speciaal bedoeld zijn, zowel aan de medische faculteit voor de studie geneeskunde als aan de medische faculteit voor de studie biomedische wetenschappen, voor briljante, talentvolle studenten met een technologische achtergrond. En de officiële opening vandaag van het Institute for Diagnostic and Interventional Imaging, een van de IMDI core faciliteiten, is eigenlijk de volgende invulling van deze prachtige samenwerking. Het is me dan ook een groot genoegen om jullie bij de officiële ondertekening van deze samenwerking, van dit convenant, hier welkom te heten. Vandaag wordt het Instituut voor Diagnostic and Interventional Imaging officieel geopend. Dit instituut is een IMDI core en dat zijn 2 belangrijke woorden. IMDI staat voor Innovative Medical Devices Initiative, een initiatief van MBO om te komen tot publiek-private samenwerkingsverbanden, om zo de innovatie op het gebied van nieuwe instrumenten in de gezondheidszorg meer slagkracht te geven. Bij dit initiatief was ZonMW de drijvende kracht. En na een intensieve evaluatie door een internationaal expertpanel zijn uit 24 ingediende voorstellen uiteindelijk 8 centra aangemerkt als CORE, als Center of Research Excellence. En daarmee is ook het tweede woord verklaard. Er zijn dus 8 IMDI-cores die op diverse onderdelen van het gebied medical devices actief zijn. IMDI is als structuur goed ingebed in het nieuwe innovatiebeleid van de regering, in de topsectoren life sciences and health en high-tech systems and materials. En hoe de uitwerking hiervan gestalte zal krijgen is nog niet geheel duidelijk. En misschien kan de heer Biesen daarover nog een tipje van de sluier oplichten. Zeker is wel dat voor de academische component, MWO, en dan vooral ZonMW en STW, een belangrijke rol zal spelen. Ons instituut bestrijkt het gebied medical imaging, waarbij 3 themata centraal staan. Thema 1 is hoge precisie beeldvorming met behulp van hoogveld magnetische resonantiescanners, MR-scanners, waardoor bijvoorbeeld hersenziekte en kanker in een eerder stadium gedetecteerd kunnen worden. Thema 2 is kwantitatieve beeldverwerking, waardoor naast beelden van hoge precisie ook nauwkeurige en betrouwbare getalsmatige informatie ter beschikking komt voor de radioloog en de verwijzend specialist. En thema 3 is beeldgeleide interventie, waarbij niet alleen bij de planning, maar ook tijdens de behandeling en bij de follow-up beeldvorming en beeldverwerking wordt gebruikt om de behandeling optimaal op de patiënt af te stemmen. We geven inmiddels 70 miljard uit aan collectief gefinancierde zorg. Even een weetje, in 1970 gaven wij per volwassene 200 gulden uit aan zorg per jaar. Volgens, ik noem het niet het zwartste scenario, volgens het duurste scenario van het Centraal Planbureau geven wij in 2040 naar schatting 15.000 euro uit per volwassene. Die stijgende kosten zijn ook voor bedrijfsleven en zorg. In mijn vorige functie 3 maanden geleden was ik nog bezig met CAO-onderhandelingen. En dan was ik bezig met de loonontwikkeling. En dan kwam er rechts langs mij kwam er 2% pensioenpremie voorbij en links 2% zorgpremie. Dat is echt een zorgpunt in de zin van hoe houden wij onze concurrentiekracht in dit land wel vast? Zijn die kosten van de zorg beheersbaar?
De arbeidsmarkt. Ja, we doen natuurlijk ook een steeds groter beroep vanuit de zorg op de arbeidsmarkt. Tussen 2000 en 2010 is het aantal werknemers in de zorg met 35% gestegen. Bij ongewijs beleid hebben we in 2030 400.000 mensen extra in de zorg nodig. Dit moeten we wel afzetten, als we heel eerlijk zijn, tegen de welvaartswinsten die we natuurlijk boeken. Dat zijn belangrijke grootheden. We leven langer. We leven langer in goede gezondheid. We blijven langer productief. Ongelooflijk belangrijk. Zoals gezegd is het doel te komen tot technologische oplossingen voor een deel van de problemen in de gezondheidszorg. Met andere woorden, de problemen in de gezondheidszorg zijn eigenlijk sturend. De patiënt en de ziekenhuizen en de artsen bepalen eigenlijk de probleemdefinitie. En in samenwerking met onderzoekers van deze instellingen, met name dan ook het UMC en de kennisinstellingen, wordt dan samengewerkt met de industrie om te komen tot echte producten waarmee patiënten en ziekenhuizen dan vervolgens ook weer kunnen profiteren van de kennis die wij hebben opgedaan en de apparatuur die gemaakt is door de industrie. Patiënten en ziekenhuizen spelen hierbij dus een belangrijke rol. En het is dan ook eigenlijk logisch om deze een belangrijke plaats te geven. Logisch om de samenwerking zo dicht mogelijk bij de patiënt en het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Hierbij moet men zich overigens goed realiseren dat naast deze vraagsturing vanuit de kliniek, vanuit de patiënt, vanuit het ziekenhuis, de mogelijkheden en de nieuwe ideeën van onderzoekers en van de industrie even zo goed belangrijk zijn. Samenwerking tussen die vier factoren en die vier sectoren, die zal het moeten doen. En het gaat dan uiteindelijk, denk ik, om de kunst van het haalbare. Hoe kunnen die gezamenlijk komen tot oplossingen die voor de patiënt nuttig zijn? Het onderzoek naar nieuwe medische oplossingen moet sneller leiden tot een betere, maar ook een efficiëntere patiëntenzorg. En alleen op die manier kunnen de uitdagingen in de zorg, zoals net al besproken en aangegeven, worden beantwoord. En daarom bundelen het UMC, de Universiteit van Utrecht, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven hun kennis, hun kunde, hun innovatiekracht en de publiek-private samenwerking voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe diagnose en behandelmethoden. Vanuit het laboratorium naar de patiënt is een enorme keten. Er zijn allerlei iteratieve lussen in die keten die alleen effectief plaatsvinden als universitaire, klinische en private partners nauw met elkaar samenwerken. De meerwaarde van de publiek-private samenwerking is dan ook snellere innovatie, daarmee eerder oplossingen teweegbrengen voor maatschappelijke problemen en de snellere economische resultaten. Gezondheidszorg is iets wat ons allemaal bezighoudt. We hebben net al de algemene econoom van de overheid gehoord. Mensen leven langer, de gezondheidszorg wordt steeds duurder. En dat is zowel een kans als een bedreiging. Daar willen we met z'n allen oplossingen voor creëren. Bij Philips is het motto: zinvolle innovatie voor het verbeteren van het leven van mensen. Dan ben ik het met Arno eens dat het snel moet, maar het moet vooral ook goed. En goed doe je niet alleen maar in het laboratorium of in de fabriekshal, dat doe je door samen te werken met anderen. Wij zijn enorm enthousiast over de samenwerking die zich hier heeft ontwikkeld en die, waar we in de rondleiding ook al allerlei expressies van hebben gezien, omdat we van overtuigd zijn dat in een publiek-private samenwerking tussen academia, het Universitair Medisch Ziekenhuis, het bedrijfsleven, de overheid, dat we met elkaar meer kunnen bereiken. Nederland is een kennisland, staat hoog in de ranking. Door op deze manier samen te werken kunnen we iets heel erg goeds neerzetten. In het gebied van minimaal invasieve behandeling hebben we op het gebied van cardiologie al heel veel bereikt. Op het gebied van de kankerbestrijding nog niet zoveel. En dit is de next frontier. En in het decennium wat nu aan het ontluiken is, zullen we daar grote doorbraken zien. Met de kennis die in Nederland beschikbaar is, in de praktijk,
maar ook in, zeg maar in de research kunnen we voorop lopen in de behandeling van kanker in de toekomst. De samenwerking die ik geschetst heb, waar de vorige sprekers al over gesproken hebben, die leidt tot doorbraken. En dan is het niet alleen maar één bedrijf, maar ik wil dan meteen ook even noemen dat hier ook aanwezig is de CEO van Elekta, ook een belangrijke partner. Het onderstreept maar eens dat met samen sta je sterk. Okay.